In dit bed ligt kunstenares Kim van Erven. Ze moet van de wekker opstaan, maar ze wil niet. Zodra het Kim gelukt is haar bed uit te komen, gaat ze linea recta naar de keuken om een potje koffie te zetten. Ze wordt blij van de geur van koffie in de morgen. Wie is deze Kim en waar houdt ze van? Dat is een goede vraag. Ik ben een beetje chaotisch. Ik ben ook wel snel enthousiast voor dingen. Ik verzamel heel graag spulletjes, allerlei spulletjes. Ik ben snel afgeleid door leuke dingen. En ik hoop dat ik heel creatief ben. Of dat wil ik altijd wel zijn. Kim houdt van verzamelen. Zo houdt ze bijvoorbeeld van kopjes. Van kopjes met oude Amerikaanse acteurs erop. Kopjes met vrolijke smileys. Met gekke patroontjes. Met het woord opa erop. Met snorren, gekke driehoekjes. Na het douchen eet Kim als ontbijt yoghurt met rode besjes. Maar soms eet ze ook gewoon een koude pizzapunt van de avond ervoor. Dit is de woonkamer. En dit hangt aan de muur. Kim kijkt naar het nieuws. Maar liever kijkt ze naar vreemdsoortige YouTube-filmpjes. Zoals deze bijvoorbeeld, waarin een hamster een veel te grote maiskolf eet. Dat past gewoon helemaal niet. Voor ze haar huis verlaat, zet Kim haar vreselijk zelfstandige stofzuiger aan. Kim heeft wel betere dingen te doen. Kunst maken namelijk. Maar wat maakt Kim eigenlijk voor kunst? Voor Kaap ben ik gevraagd om op locatie op het fort een werk te maken. En toen had ik het idee om een soort speeltuin of een soort gymzaal speeltoestellen te ontwerpen die allemaal heel leuk eruit zien, heel vrolijk in kleurtjes en alsof je er meteen mee wilt spelen, maar allemaal een beetje mislukt. Dus je kunt er dan eigenlijk niks mee doen. Dus dan bijvoorbeeld een wip die niet wil wipwappen, die helemaal stilstaat, of zo'n bok waar je overheen moet, maar die heeft dan een punt of zo en een schommel die veel te hoog hangt, of van die ringen waar je aan kan hangen, maar die ringen die zijn dan veel te dik. En dan kun je je handen niet goed in doen. Zeg maar allemaal dingen die er heel leuk en vrolijk uitzien, maar ja, waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. Dus hele nutteloze dingen die een beetje mislukt zijn. Dat vind ik zelf heel grappig. Dit is, het ziet er nou nog niet uit, maar het wordt een soort zadeltje. Dus zoals zo'n paardrijzadel, zeg maar. En dan ben ik een beetje dikker aan het maken nou. En dat wil ik ook met papier mâché. Zo heb ik deze ook gemaakt. Wil ik dat steviger maken en ook nog schilderen, zodat het helemaal waterdicht wordt ook. En dat het eigenlijk net een te dun zadeltje is, wat een klein beetje wiebelig eruit ziet. En dat wil ik dan op een soort balk hangen, dat hij nog een klein beetje wiebelt. Het is een beetje een dun ding. Ik maak wel vaker dingen die er een beetje sullig uitzien. Die dan lijken op iets wat je wel herkent, maar ja, toch net mislukt zijn. Maar dan hopelijk op een leuke manier. Tickle me pink, I'm rosy as a flush red apple skin. Except I've never been as sweet. In de bouwmarkt koopt Kim touw dat ze zomaar eens heel goed zou kunnen gebruiken voor haar onhandige, haast niet te gebruiken speelgoedapparaten voor Kaap. En ze vindt verf, die ze maar rare namen vindt hebben. Dode mus. Zoals mus, banaan, bieslook, ambitie. Vreemd. Ik tekende vroeger heel graag. Ik vond het altijd leuk om zelf bezig te zijn, om dingetjes te knutselen, dingen bouwen en ook goed naar dingen kijken. En
Verder vond ik het, leek me nooit een heel leuk idee om werk te doen dat je eigenlijk iedere dag hetzelfde doet. Dat je dan in een kantoor zit en aan een computer en dan heel vroeg om 8:30 moet beginnen en dan tot 5 en dan weer naar huis en de volgende dag weer hetzelfde. En met kunstenaar dan is eigenlijk iedere dag is weer net anders. Dan ja, de ene dag ben je op pad en dan moet je dingen kopen of soms werk ik in mijn atelier. Of soms zit ik ook heel saai achter mijn computer en dan moet ik administratie doen of moet ik e-mails versturen. Maar het is telkens afwisselend. En ja, ik kan hele rare dingen bedenken, hele rare plannen. En dat mag ik dan nog uitvoeren, ook hele slechte ideeën. Alleen omdat ik het een leuk idee vind. Dus dat, ja, dat vind ik het leukste aan kunstenaar zijn. Ja, soms is het ook wel lastig om kunstenaar te zijn, omdat ja, als je meedoet aan een tentoonstelling, dan zeggen mensen, nou, bedenk maar iets leuks. En dan moet je zomaar iets bedenken. Ja, terwijl je soms weet je ook niet zo goed wat je wil. Of ja, je moet inspiratie, dat komt ook niet binnenvallen. Dus je moet ook zelf uitvinden, wat vind ik eigenlijk leuk? En wat voor thema's vind ik interessant? En in wat voor materiaal wil ik werken? Maar er is eigenlijk niemand die zegt, ja, wanneer het goed is of zo. Dus ik moet zelf bepalen van, nou, moet ik dit nog een keer, moet dit in een andere kleur of moet het groter of moet dit van steen zijn of juist van hout. En dat is ook wel eens lastig, want ja, ik moet uiteindelijk bepalen wanneer het nou goed is en wanneer het een goed idee is. Dus ja, het zijn geen regels voor en dat maakt het heel leuk, maar ook wel eens ja, moeilijk. Want je weet ook niet wanneer je dan echt klaar bent. Je kunt eigenlijk altijd voor eeuwig doorgaan tot midden in de nacht. En dan ja, weet je het nog niet. Op het menu staat vanavond een risotto met vriendje Jeroen, met wie ze samen in dit huis woont. Hoe is het voor hem eigenlijk om samen te wonen met een kunstenaar? Nou, alles moet wijken voor de kunst. De hele huiskamer was Kim's atelier voordat ze nu haar eigen plek heeft gekregen. En we hebben een kleine 4 jaar geleefd in een grote opeenstapelende chaos die eens in zoveel tijd weggeruimd moest worden omdat weer iemand op bezoek kwam en iemand moest zijn in de huiskamer alsof het een huiskamer was. Maar dat is nu gelukkig voorbij, dus we doen nu vandaag erg ons best om het heel mooi te maken. Ja. Zo, dit was Kim van Erven voor vandaag. Ben je benieuwd naar hoe er gekke speelgoedapparaten zijn uitgevallen? Bekijk ze dan op Kaap.